Op de Oranje School verkeerden de leerlingen, ouders en overige familieleden duidelijk in de spanning. In de gangen stonden ze allemaal te wachten. Tegen 10 uur liepen zij massaal naar de ruimte die speciaal voor vandaag was ingericht. Nadat de schoolleidster de 6e klassers kort had toegesproken, kregen ze allemaal een oranje strookje. Zij mochten dit na 3 tellen opentrekken. Hierna kregen de leerlingen te horen waarvoor ze precies waren geslaagd. Ook werden de 3 best geslaagden bekendgemaakt. Ik was wel een beetje zenuwachtig voor de toets, want ik dacht dat het moeilijk zou zijn. Maar nu dat en voor uitslag, ja, was ik ook een beetje zenuwachtig. Maar nu dat ik best geslaagd ben, ik was wel blij om best geslaagd te zijn. Als eerste best geslaagd. Ik weet niet hoe het komt dat ik best geslaagd ben. Als je aan mij vraagt, dacht was ik best wel zenuwachtig. Ik dacht van, hoofdrekenen is niet goed gegaan. Aantal had ik niet ingevuld, ik moest zomaar iets gaan schrijven. Hoe ik heb geoefend ook was, elke dag had ik oefenwerkjes gekopieerd. Elke dag was ik thuis. Tenminste 3 oefeningetjes deed ik elke dag. En toen zag ik elke keer dat mijn cijfers hoger en hoger gingen. Ook op school en ook thuis. Het voelt aan om best geslaagd te zijn, want ik had het niet verwacht om als best geslaagd te worden. Plus, bij de toets heb ik heel veel gestudeerd om te slagen. De moeder van een van de best geslaagden zei het volgende. Ja, natuurlijk. Ik ben berentrots, sowieso. We hadden het al een beetje verwacht, want de schoolprestaties op zich waren toppie. Ze heeft 1e kwartaal hoge cijfers, 2e kwartaal. Dus het was eigenlijk niet echt een verrassing, maar toen ik het net hoorde, was het helemaal bevestigd. Ik ben super trots op de. We hebben er alle soorten vlakken, fronten hebben we er gericht, begeleid. En kijk, dit is het resultaat. Dus we gaan gewoon door ermee.